Ja, dank u wel, voorzitter. Hoe heet het? Gisteren stond er, heeft RIVM in de krant, het Algemeen Dagblad onder andere, een tabel laten publiceren. Een zeer angstaanjagende tabel die echt gaat over het scenario dat we half maart te maken zouden hebben met een code zwart. Er zouden dan 2000 mensen op de IC kunnen liggen. Dat is bovenop het normaal aantal mensen. Mensen met open hartoperaties, mensen die ongelukken krijgen. En dat zou betekenen dat er voor zo'n 700 mensen helemaal geen plek zou zijn. In een scenario van over 5 weken. En ik vraag me in eerste instantie al af, waarom staat die tabel gisteren in de krant en zit die nu niet in de presentatie? Maar wat ik me vooral afvraag, als het gaat om dat soort modellen, hoe hard zijn die nou eigenlijk? Als kan de heer Van Dissel uitleggen, als hij zegt dat 2/3 van de besmettingen nu zeg maar de Britse variant zijn, of dat modelmatig is, of dat het echt hard is, dat het blijkt uit de kiemsurveillance, als het gaat om die R, of die daadwerkelijk 1,28 is, of dat modellen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om het onderzoek van Lansingerland, wat wij nog niet hebben gehad. Daarin bleek dat er geen sprake was van grootschalige verspreiding. Dus mijn vraag is, zo'n tabel als die van gisteren in het AD, waarbij wordt gesteld 2000 coronapatiënten half maart op de IC, keiharde code zwart, als we bijvoorbeeld alleen maar de winkel zouden openen. Hoe hard zijn dat soort angstaanjagende modellen? En waar zijn die nou precies? Zou de heer Van Dissel een aantal belangrijke variabelen kunnen uitleggen hoe hard die zijn? Dank u wel, de heer Van Dissel. Ik ken die tabel niet van het AD, dus daar kan ik u weinig over zeggen. Komt die? Ja, weet u, ik ben niet de drukker van het AD, hè? Dus de... Nee, sorry voorzitter, maar hier staat echt gewoon RIVM boven. Ja, maar ook dat. Kijk, ik ben niet verantwoordelijk voor wat het AD brengt, hè? Dus de aantallen die heb ik u laten zien. De aantallen heb ik u laten zien. Die ziet u in die gekleurde, die roze gekleurde weergaves. Het kan best dat dit een uitvergroting daarvan is, hoor. Maar wat ik u toon is wat het RIVM naar buiten brengt. Met betrekking tot, maar waar het in wezen om gaat, is wat weten we nou zeker en wat weten we niet zeker? Hè? Want dat is wat u wilt weten. Uiterst terechte vraag. Wat we weten is dat die 2/3 bijvoorbeeld speelt. Hè? Want dat wordt bepaald in de kiemsurveillance. Dus dat is gewoon een hard getal. Dat is een hard getal van een, wat leidt tot een percentage, hè? Wil ik daar even bij zeggen. Dat begrijpt u ook, hè? Want het is 2/3 uit die kiemsurveillance. Maar voorzitter, even iets ophelderen. Dit stuk, hier staat Agema, dat deze tabel komt uit de Catshuis-presentatie die u afgelopen zondag heeft gehouden. Dus het is echt uw eigen tabel die u zelf heeft besproken afgelopen zondag in het Catshuis, die nu niet vandaag hier gepresenteerd wordt. Nee, maar als het... Ik verzin dit niet. Hier staat Jaap van Dissel. Mevrouw Agema, uw punt is duidelijk. En ik zou willen vragen om de heer Van Dissel nu wel een antwoord te geven op uw vraag. En misschien is het goed om dit ook eventjes buiten deze technische briefing nog even op te helderen. Want, nee, ik denk dat er weinig op te helderen valt, hoor. Want kijk, de Catshuis-presentaties zijn allemaal openbaar, dus die krijgt u ook. Dus bedoel, daar is verder geen discussie over. Alleen alles wat ik in het Catshuis heb laten zien, dat heeft u vandaag ook gezien. Alleen, laat me nou even uitspreken. Als dit een uit de Catshuis, want ik bedoel, ik heb die presentatie zelf gemaakt, dus ik weet echt wel wat erin staat. Wat ik bij het Catshuis gedaan heb, is bepaalde grafieken uit die hele matrix van grafieken heb ik daar uitvergroot. Precies dezelfde grafiek als ik u net laat zien. Maar wat u vraagt is naar wat weten wij zeker? Nou, wat wij zeker weten is het aantal isolaten dat we bepalen. Daar heb ik u de toename van laten zien. Die isolaten die bepalen we door enkele honderden monsters uit Nederland te halen en die helemaal te sequencen. Dat geeft dus een percentage weer. Maar dat percentage moet u zich natuurlijk realiseren, dat als je een percentage ziet oplopen van twee dingen, dan kan dat een aantal dingen betekenen. Onder andere dat de een echt toeneemt. Maar die toename als percentage gepresenteerd wordt natuurlijk ook beïnvloed hoe snel de ander afneemt. Hè? Dus dat betekent dat je daarop moet berekenen. En de berekening die we maken, die maken we op reële getallen. Dus die toename van dat reproductiegetal, dat is de best mogelijke berekening die men nu kan maken ter voorspelling van het reproductiegetal van die Britse variant.
Nou, dan doet u alsof daar veel onzekerheid over is. Er is altijd over een heleboel dingen onzekerheid, maar hier denk ik niet of nauwelijks. Wij staan als Nederland en ook als RVM niet alleen. Wij hebben wekelijks overleg met onze partners in Europa. En daarom, ik laat u niet voor niks ook dat Britse stuk zien. Dat heeft namelijk precies dezelfde analyses verricht. En ook het Deense stuk, bedoel ik, sorry, niet het Britse, Deense stuk aan het eind. Dat doet precies dezelfde analyses als wij doen. Maar het voordeel van Denemarken is dat ze vele malen meer monsters momenteel kunnen sequencen, omdat dat eerder daar om andere redenen al speelde. En hun getallen dus nog, als het ware, nauwkeuriger zijn dan wij. En zij voorspellen zelfs nog een grotere R-waarde dan degene die ik u presenteer. Dus het is niet zo dat wij geïsoleerd dat berekenen. Dat is gewoon een getal wat uit Engeland, uit Ierland, uit Denemarken, uit Duitsland noem maar opkomt. En wat ik u hier laat zien en de doorrekeningen, dat heb ik u ook duidelijk aangegeven, zijn scenario's. Scenario's zijn niet real life, maar zijn een scenario dat zou kunnen gebeuren. En dat zijn doorrekeningen met natuurlijk een heleboel aannames over of de vaccinaties gaan lukken, of de vaccinaties altijd effect hebben, of iedereen voor de vaccinaties komt, ga zomaar door. En dat levert deze getallen op. En de grafiek die u toont is niks anders dan een uitvergroting, dat moet u dan zomaar in detail bekijken, van een van die 12 op de kaart die ik u heb laten zien.